Hallo, leuk dat je kijkt naar Uit de Kleren. Deze aflevering gaat... Sophie! Uit de Kleren! Uit de Kleren komen bijzondere verhalen en ik ga iedere aflevering bij een ander inspirerend persoon langs. In deze aflevering duik ik in de kast van Sophie. Ik heb daarom mijn eigen kledingrek meegenomen met allerlei vragenkaartjes eraan. Nou, jij mag daar zo een kaartje van pakken. Het roze kaartje is iets anders dan een vraag. Oh. Ja, en wat dat is, daar komen we zo meteen achter. Maar eerst Sophie, wie ben je? Waar kunnen we jou van kennen? Ja, ik ben de schrijver en journalist en ik maak ook video's. Ik heb ook een YouTube-kanaal en ik maak over verschillende thema's en onderwerpen die spelen in mijn leven. Hele... persoonlijke vlogs, zoals ik het mag toevoegen. Ja, mag je, ja, natuurlijk. Heel mooi om te kijken. En Sophie, jouw kledingkast, zou jij zelf 5 steekwoorden daaraan hangen? Onsamenhangend. Oké. Okay. Comfortabel. Ja. Gedateerd. Oh! Duurzaam. Ja. En kleurrijk. Leuk. Laat het niet eens een random item uit je kast pakken en vertel erover. Oh, wat leuk dat we hier nou mee beginnen. Ja. Want ik heb nog niks van die kast gezien. Nee, dat is waar. Daar gaat ie. Wauw. Wat leuk. Vind je het leuk? Nou, het is een soort kamer. Ja, kijk, dit moet nog geschilderd worden. Dit was een klushuis. Ja. Dit had niet de prioriteit, maar het kan best wel een hele toffe kast worden. Wat leuk. Oké, dus hier is een rek. En dan zie ik hier... stapels, een accessoire. Ja. En ik denk ondergoed bakken. Ja, sokken. En nog een leuke sjaal. Ja, van mijn moeder ook. Als ik nu zo even mijn ogen erop laat gaan, springen er 3 dingen uit. Al gelijk. Nou, deze. Deze springt me in het oog, want het lijkt net vintage. Oh ja, dus misschien pak ik die. Okay. En dit zijn natuurlijk mijn lievelingsdieren. Oh, ja. Ja. Dus, oh, Fabienne Chapeau. Oh ja, dat jurkje. Dat een verhaal, dat jurkje, als je het... Nou, dan pak ik hem. Want ik hou zoveel van papegaaien en vogels. Het komt zelfs in mijn boek voor, dit jurkje. Echt? Ja. Nou, dat gaan we lezen. En ik vind het een prachtige jurk. Ja, heb je een foto nog ermee aan? Ja. Ik die kan ja, ik heb een foto. Ja, dat die heb ik. De roze kaart. Oh, ik voel me aangetrokken. Tot wat staat erop? Oh, wauw. Lees maar. Oeh, fashion dilemma's. Nou. Kom op, kom op. Oké, Birkenstocks of Crocs? Hoe ziet een Birkenstok er ook weer uit? Een oudbollige slipper. Goed voor je voeten, toch? Wel goed voor je voeten. Dan ga ik voor de Birkenstok. Oké, designer of merkloos? Merkloos. Jurk of jumpsuit? Jumpsuit. Leuk, want die heeft ze ook aan. Legging of flared? Flared. Leren jas of spijkerjas? Spijker. Rok of jurk? Jurk. Hakken of sneakers? Sneakers. Vintage of nieuw? Nieuw. Nooit meer kleur of nooit meer zwart? Nooit meer zwart. En print of effe? Print. En spijkerbroek of joggingsbroek? Spijkerbroek. Oh, oké. Okay. Nou, leuk. Ik kwam ook mijn allereerste BH tegen. Ah! Natuurlijk vinden we dat leuk. Ja, oké. Okay. Ja, pak maar. We gaan wel heel erg de diepte in, maar ik heb dus eetproblemen gehad als kind. Ja. En toen ik eindelijk een beetje vrouw begon te worden, was ik zo blij. Ik was al 14 en ging mijn eerste haar kopen. Dat is deze. Oh, wat leuk. Maar die is heel mooi. In Oud-Beijerland. En die heb je zelf uitgezocht. Ja, al helemaal alleen. Nou ja, met een vriendin trouwens. Oh, wat een mooie smaak. Ik ging zelf gewoon naar zo'n winkel van een zak geld. Wat leuk, joh. Ja, en nu draag ik trouwens bijna nooit meer BH's. Oh, helemaal niet meer? Ja, nou ja, zelden. Alleen als het echt moet. Oh. Zeg maar, voor kleding. Heerlijk vind ik dat, Ook beter, toch, voor je doorbloeding. Ja, eigenlijk. Aan welk kledingstuk heb je een ontroerende of dierbare herinnering? Ja. Ook leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik bewaar wel kleren vanwege herinneringen. Ja, dat zagen we wel aan die BH eigenlijk net. Oh, ik weet het al. Ik ben er. Ik ben er. Ja? Ja, ja, ik heb iets. Ik hang ook altijd dingen over elkaar. Is dat ook herkenbaar? Maar het gaat om deze jurk. Want die
kocht ik toen ik samen met mijn vader naar New York ging. Och, ja, en wanneer was dat? 2010, geloof ik. Ja? Ja, en toen kocht ik deze voordat ik wegging. En die heb ik daar gedragen. En is ook de enige keer dat ik hem aan heb gehad, trouwens. Eén keer? Of wel een paar keer in de vakantie? Ja, het was, we waren er maar een paar dagen. Want mijn vader vloog zelf. Hij is dus piloot. Dus ik waren er maar 3 dagen in totaal. Leuk. Maar, en mocht je dan in de cockpit? Ja. Echt? Ja. Je hebt beelden? Ik heb beelden. Leuk, ja. Ja. En die had ik niet die jurk aan. Maar, geweldig. Ja, die hangt er dus ook nog. Inderdaad, met ons idee. Misschien komt daar een keertje van. Oké. Wat droeg je op het laatste event waar je was? Wat voor event? Ja, ik dacht misschien ben je naar het boekenbal geweest. Of... Vorig jaar wel. En was dat ook je laatste event misschien? Erg, misschien wel eigenlijk. Nou, dat geeft toch niet? Is een feestje ook een event? Ik heb al een feestje gehad. Zal ik die laten zien? Natuurlijk. Oh ja, nee, nu weet ik het al. Al iets anders. Deze. Het was een afscheidsfeestje. Ja. Weer een jumpsuit. Een afscheidsfeestje van iemand, zei je? Ja, iemand die een café, dat stopte. Mooi. En hij heeft zeg maar een open rug. Leuk zeg. Dus, en is dit dan een nieuwe of had je die al jaren in je collectie? Die heb ik vlak voor corona gekocht. Omdat ik toen dacht, er komen wel events. Ja. Maar ik heb nog heel veel van die nette corona kleren die ik dus gewoon nooit heb aangehad. Omdat er niks meer kwam. Mooi. Show je favoriete vintage item. Of heb je geen vintage? Ja, ik heb wel iets vintage. Ja, toch wel? Wanneer is iets officieel vintage? Als het, dacht ik, 10 jaar of ouder is. Dus ook de jurk. Oh, ja. Zo, inderdaad. Is dat vintage? Serieus? Dat dacht ik hoor. Maar pin me er niet op vast. Maar je zegt, ik heb wel vintage. Wat je dan zo hebt gekocht in een winkel? Ja, nou, dan is deze. Deze komt uit de tweedehands winkel. Oh. En die kocht ik ook al 10 jaar geleden voor weer een ander boek. Oh. Ging over Michael Jackson fans. Wat leuk! Deze heb ik aan op de cover van het boek. Zo, die is mooi. Waar is dit origineel van dan? Oh, H&M. Gewoon. H&M. Wat leuk. Wil je hem eens aandoen? Ja, tuurlijk. En draag je het nog wel eens? Nee, want ik weet niet zo goed wanneer moet ik dit nou aan. Nou, zo bijvoorbeeld. Echt? Geweldig leuk. Ja. Oké, wat droeg je op je eerste date met je lover? Ik ben nog vanochtend even gaan zoeken, maar ik kon met dit ook een zomerjurk die ik nu niet kon vinden. Maar het was een rode jurk. Een rode jurk? Ja, rood met blauw. Ik heb er wel een foto als je die wilt. Dat wil ik zeker zien. Dat is dus met Mels, mijn vriend. Ik dacht altijd dat mannen dus van jurken houden bij vrouwen. Dus op de eerste 3, 4 dates had ik jurken aan. Ja? De 4e keer of 5e keer had ik een broek aan. En toen zei je ineens, oh, het ziet er leuk uit. Oh, dus toen wist je genoeg. Ja. En wat was het hoogtepunt uit je leven en wat had je toen aan? Moet ik weer aan een boek denken. Ja, nou, vertel. Is dat oké? Ja, natuurlijk. Het boek waar ik net over had toen dat uitkwam, had ik een groene jurk aan. Was kort. En wanneer was dat? 2019, oktober. En die heb je hier hangen nog? Ja. Een effe kleur? Ja. Ja, ook een aantal... Oh. Ja. Op de boekpresentatie had ik deze ook aan. En met een fotoshoot. Dus ik heb hem daarna ook nooit meer aangehad. Gek genoeg. Maar dit hangt echt aan dat moment met het boek. Wat is nou je duurste item? Ja, ik denk of... Deze was cashmere. Oh, ja? Ja. Vandaar dat hij binnenste buiten ging. Ik heb hem 1 keer gewassen, want dat mag nog niet. Ik denk eigenlijk deze. Dit is echt zijde, is een jurk. Oh. Ik dacht, dit ga ik heel vaak dragen, dacht ik. In de zomer. Ja. Zit dit lekker, ook met zo'n band die je er omheen doet. Ja. En ik denk iets van 2 keer aangehad in totaal. Oh. Je hebt wel de goede kleuren, koop jij. Oh, dank je. Voor je gezicht. Gelukkig. Heel mooi. En weet je wat ik nou ook zie?
Ik denk dat deze heel leuk is met die dure trui eroverheen. Oh, wil je dat eens bij elkaar houden? Ik zou bijna zeggen, doe het even aan. Bijna of zeg je het, doe het even aan? Ik zeg eigenlijk, doe het even aan. Ik denk dat dat heel mooi is. Woe! Oh, ja, ik ga het nog even doen hoe ik het bedoelde met in de riem. Ik vind dit dus heel leuk. Hoe vind je het zelf? Ja, het kon erger, maar een beetje... Maar je vindt het ook weer niet leuk nu? Nee, maar ik weet ook niet zoveel van mode eigenlijk. Misschien kan dit? Ik doe hem even los. En wil je dan eens de trui met de rand erin doen? Ja, dit is helemaal leuk. Dan doen we dit een beetje weer terug. Nou, het zegt misschien helemaal... Ik weet niet of dat ik durf. Dus kan je ook, als het wat kouder is, het aan. Ja, ik vind het leuk. Maar jij niet. Ik vind het... Kan je een jurk aan op een koude dag? Ja. Maar ja, je hebt ook soms... Dat je in een winkel bent en dan zegt die mevrouw iets en dan koop je het, zoals ik nu. En dan denk je thuis, waarom heb ik dat gekocht? Dat heb ik ook helemaal gedaan. Sophie, ik heb nog één hele belangrijke taak voor jou. Kijk maar eens rond. Hij is bijna af, maar jouw naam ontbreekt nog op het kledingrek. Superleuk. Ik denk hierboven als het mag. Natuurlijk mag dat. Ze gaat boven Alwin. Zal ik hem zo houden? Gaat dat of niet? Nou, kijk eens. Helemaal gezellig. Nou is die compleet. Echt? Ben ik te laat? Nee. Oh, even voor nu. Nee, de serie stopt niet. Sophie, ik heb alle linkjes naar jou in de beschrijving gezet. Want check even de video's van Sophie. Het is een hele geweldige sfeer die je krijgt als je jouw video's kijkt. Ja, dat is ook bij jouw video's. Dus, nou, bedankt. Leuk. Dus check dat even. En heel erg bedankt dat ik bij jou mocht zijn. Ja, bedankt dat je langs kwam in die groep. Graag gedaan. Nou, ik vond het helemaal geen troep. En jullie bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dag! Doei.